kennismaken met een nieuw initiatief. Speciaal ook voor het Global Center, het Delta-programma, iedereen die de stad een warm hart toedraagt, Aquaduct 010. Dit is een initiatief, het is ondersteund, ook financieel mogelijk gemaakt door Water Sensitive Rotterdam. Gesteund overigens ook heel veel mensen uit Rotterdam Noord. En het gaat in op een actualiteit die zeker op deze plek niet onbekend zal zijn. Dat is namelijk de Hofpleinlijn staat in de verkoop. En ik denk dat iedereen hier in de zaal zich bezighoudt ook met de vraag van wat gaan we daar dan mee doen? Wat wordt dat dan? Wordt dat echt een plek, een structuur waar de stad plezier en profijt van heeft? Wordt dat eigendom van Chinese belegger? En zien we alle goede initiatieven die de afgelopen jaren daar tot stand gekomen zijn verdwijnen? We gaan het meemaken. Dit is wel de tijd om nog een keer onder de aandacht te brengen wat wij denken, en wij is dan in dit geval de urbanisten, dat een mooie toekomst zou zijn voor deze bijzondere Rotterdamse structuur. Heel veel mensen, en ik denk terecht, dromen van een park. Van een dakpark, een groen lint door de stad. En laten we opstellen, dat is ook mijn droom. Het zal niet de Highline worden, dat zal ik je ook vast verklappen. De Highline is ongeveer de duurste openbare ruimte ter wereld. Ik geloof dat die 230 miljoen kostte alleen al om aan te leggen. Het uitkopen van alle eigenaren was een veelvoud daarvan. Het wordt beheerd door hele grote vastgoedfondsen en particuliere sponsoren. Het gaat er niet worden, jongens. Het wordt geen Highline. Het wordt wel een hele mooie plek wat ons betreft. Wij hebben ook onderzocht wat er in verschillende plekken, niet alleen in New York, maar ook in Parijs, in Chicago, in Zurich, gedaan is met spoorwegviaducten die verlaten zijn. Het goede nieuws is dat eigenlijk al die viaducten een nieuwe plek hebben veroverd in de stad, opnieuw productief geworden zijn voor die stad en waarde hebben toegevoegd, ieder op zijn eigen manier. En dat heeft iets te maken met de stad, met de cultuur. Het heeft soms te maken met de hoogte of de breedte, om maar even een voorbeeld te nemen. De Hofpleinlijn is, en die zie je helemaal rechts, 8 meter en 6 meter hoog. De Highline is 8 meter en 15 meter, bijna twee keer zo breed. Er zijn er ook die smaller zijn. En iedereen heeft zo zijn eigen structuur, zijn eigen lengte. Voor degenen die het leuk vinden, dat onderzoek is ook bij ons voorhanden en op te vragen. Wat wij denken is dat viaduct met zijn bogen 2 kilometer lang een waterzuiverende infrastructuur voor de stad zou kunnen zijn. Een park, maar niet zomaar een park. Een park dat water zuivert, water teruggeeft aan de stad. En het leuke van Aqueduct 010 is dat het aan de ene kant een teruggrijpt op een mooie lange traditie in Noord en in de stad. Een watersensitieve en stadsontwikkelingstraditie. Maar dat het ook een nieuwe stap zet in die. Het is van station Hofplein, van de Pompenburg tot aan de snelweg, A16, want daarna houdt het helaas op dit moment op. Eén structuur, en die structuur die dreigt goede, fijne plekken aan elkaar. En veel van die plekken zijn er al. Het station Hofplein, de regentuin, het Zoomhof, het Waterplein, het Amstelseplein, verderop de Gandhi-tuin, plekken in Noord. Die zijn er al en die zijn in ontwikkelingen, daar haakt die structuur perfect op aan. Dus dat is hem. En dat is dus ook wat mij betreft het eerste. Een structuur die verbindt, letterlijk en figuurlijk. Tegelijkertijd denken wij dat het meer kan zijn. En meer is wat ons betreft een systeem. Een systeem dat aansluit bij een andere traditie van de stad om watersensitief te zijn. In dit geval om water uit de omgeving te verzamelen. Sommigen zouden zeggen, het is een soort lange spons, te verzamelen, schoon te maken en weer terug te geven. En terug te geven kan op allerlei manieren, dat kan op allerlei momenten. En dat kan aan nieuwe eigenaren. Er zijn ook mensen die er wellicht straks ook voor bereid zijn te gaan betalen. Dus de eindigt daar ook mee. Je zou er zelfs een klein verdienmodel in kunnen zien. Een park dat geld oplevert. Wat het is, het verzamelt het relatief vuile water, het overtollige water, het water dat te veel is, uit Rotterdam-Noord. Daar speelt de Noordsingel een rol, daar spelen een aantal pleinen een rol, daar spelen daken een rol, private domeinen van huiseigenaren. Dat water dat kan daar naartoe worden gebracht en dat kan op die structuur
worden gezuiverd en worden teruggegeven. En dat is een goede reden om dat te doen. Dit is de traditie waar we graag op aansluiten. De klimaatverandering die ons daar ook toe dwingt. En tegelijkertijd de voorbeelden in Rotterdam, of nou het grote beleid is, of de kleine initiatieven, of de grote initiatieven die er al zijn, dat is waar we op aanhaken. Dus dat heb je cadeau en dat is belangrijk, want je zit, maakt onderdeel uit van een verhaal. En dan heb je de singel Rotterdam. Willem Nicolaas Rozen is een van mijn helden. Degene die als eerste dit zien, dat een singel, en in ons geval dus een luchtsingel, aanvangende letteren, een relevante structuur kan zijn voor de hygiëne van de stad, voor het schoonmaken van de stad, het reinigen daarvan. Maar ook een structuur die stad vooruit helpt, die stad aantrekkelijk maakt, meer waarde geeft. En we kennen de singels nog steeds, het zijn fantastische plekken in die stad. Dus dat is zeg maar een beetje de geschiedenis die we weer vooruitwerpen met Aqueduct 010. Ik kreeg ook de vraag om wat technisch te zijn, dus dat houden we nog even heel kort. Kijk, de techniek is interessant, er komt relatief vuil water binnen en sommig water is relatief schoon, regenwater, ander water is wat meer vervuild. Ons aqueduct maakt dat water schoon op verschillende niveaus en hoe schoner het water, hoe meer je ermee kan doen. Dat schoonmaken, dat doen we niet met allerlei snufjes en technische middelen, dat doen we met groen, met bodem, met planten en met natuur. Zo werkt dat, is een circulair systeem, zo heet dat dan. Vuile water komt erin, gaat via een aantal passages, via planten en water en bodem, naar het eind van de lijn en daar komt het terug als relatief schoon water. Nou, want je kan daar allerlei dingen mee doen. Onder die bogen zitten bedrijven, ondernemers. En wij fantaseren bijvoorbeeld over hemels bier, over bier van regenwater. En dat is helemaal niet zo gek, in Amsterdam gebeurt dat. Dus Eurotrash zou prima met het schone water van het aqueduct 010 zijn bier kunnen maken. Dan hebben ze nog een kleine hoptuin waar ook ze kunnen laten zien waar het bier van wordt gemaakt. Dit is de waterspeeltuin, kinderwaterspeeltuin, onderdeel van een crash onder de bogen. Daar kan je zowel onder als boven je plezier doen met dat relatief schone regenwater. En er is ook een kleine moestuin bij voor de educatie. Dit is de restwarmte, die gaat naar een hamam in Noord. Je ziet ook over iedere keer een nieuw Rotterdams icoon verschijnen, in dit geval de badjas. En je kan er uitstekend toiletten mee doorspoelen en planten mee bewateren. En dit is dan de wasserette. En ook daar zie je een nieuwe kledingstuk voor alle Rotterdammers. Wij denken dat dit ook een nieuw Rotterdams icoon zou kunnen worden, wat in de hele stad gezien mag worden en daar ook productief zou kunnen zijn. Een soort nieuwe markthal, maar dan anders. Want er is wel goed over nagedacht. Het is dus niet zomaar een grapje. Dit systeem dat kan werken, is zelfs uitgerekend. Evides is geïnteresseerd als partij om misschien mee te gaan doen. Ook geen raadschap wellicht. We hebben een aantal partijen die echt enthousiast zijn over dit idee. En we denken dat het de moeite waard is om, nu het in de verkoop gaat en het Zomerhofkwartier ook in de verkoop gaat, om dit idee nog maar een keer goed te pitchen op die plek. Want alle dingen gebeuren op dit moment daar. Je kan dus direct aanhaken op de kwaliteiten die er al zijn. Het dakpark, de regentuin, de bierbrouwerij, het hele Zomerhofkwartier, ons waterplein. Alles doet mee. Dit systeem is ook besproken met Wageningen. Het is dus ook een systeem dat technisch gezien werkt, de beplanting. Zal je weer de technische details besparen. Er zit ook een ondergrondse seizoensberging in, als je dat zou willen. En het is een fantastische tuin, laten we eerlijk zijn, want het is ons niet te doen om het water alleen, het is ons te doen om een waterzuiverend landschap, wat voor die Rotterdammers ook een plek is om te vertoeven. Dus er zit een rietparkje in, een zuiveringsplein, een zuiverende zendtuin, een technische doorsnee om te laten zien dat het echt kan, en een perspectief waarvan ik hoop dat iedereen na vanavond denkt van wauw, dat zullen we met z'n allen toch een keer gaan maken. Aqueduct 010, onthoud die naam. Dankjewel. Ja,
In het kort komt het hierop neer dat het gebouw is eigendom van twee woningbouwcorporaties, Vestia en Havensteder, samen Hofboog BV. Die verkopen het gebouw. Het dak is op dit moment eigendom van ProRail. Die verkopen mee. En zoeken samen met de gemeente Rotterdam, die zit een beetje op vinktaal, zou je kunnen zeggen, die hebben het recht van overpad inmiddels gevestigd. Dus als de verkoop gedaan is, en de verkopende partij zijn dus de Hofboog BV en ProRail, dan gaat de gemeente Rotterdam met de nieuwe eigenaar in overleg om een plan te maken voor het dak. En de eigenaar uiteraard voor de exploitatie van het vastgoed. Zo zit het op dit moment in elkaar. En ze staan te koop. Dus iedereen die nog geld heeft, die kan zich melden. Ik weet dat de eigenaar of een aantal huurders van de boog zich bijvoorbeeld verzameld hebben in coöperaties. Die gaan een bod doen. Maar goed, je kan niet uitsluiten dat ook Chinezen en Rotterdamse beleggers, ontwikkelaars bij zullen zijn.